Maar eerst de lezing van cultuurhistoricus en publicist Thomas van der Dunk. Hij was gevraagd voor de jaarlijkse Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland. Van der Dunk wilde het hebben over een nieuw taboe, namelijk dat je de PVV niet mag vergelijken met het fascisme. De Staten van Noord-Holland zegde af toen ze dat hoorden. Maar vanavond hield Van der Dunk zijn lezing alsnog niet in, maar voor de Staten. En dat brengt ons op de actualiteit. Voor het eerst sinds 1945 hebben we namelijk te maken met een politieke stroming van grote omvang, die bovendien feitelijk meer regeert, die uitgangspunten huldigt en standpunten verkondigt die haaks staan op de beginselen van de rechtsstaat. Nee, tot genocide of oorlog roept zij niet op, maar zij bevrijdt wel fundamenteel verwerpelijke dingen. Het soort dingen dat sinds 1945 terecht taboe was en voor alle fatsoenlijke partijen een reden vormde om een heldere grens te trekken en de eventuele bepleiters daarvan op grote afstand te houden. Luidruchtig aanwezig voor het neoclassieke provinciegebouw in Haarlem, de gemotoriseerde cultuurfilosoof Van den Dunk. De lezing die hij binnen wilde houden, afgekeurd als te partijpolitiek. Oké. Zo ga ik hier mijn verboden arrondeerslezing, die ik binnen daar niet mocht houden, ga ik nu een dag later hier alsnog je buiten wel houden in de vorm van, laten we zeggen, een hagepreek. Als je de kerk uitverdreven bent, omdat je daar niet meer de waarheid dus aan zich mag verkondigen, dan doe je het dus buiten in het vrije veld. Zo gebeurde het al in de 16e eeuw. En hoe komt dit zo? Dat komt omdat er mijn lezing binnen kennelijk te politiek, te prikkelend werd bevonden. En toen hebben twee van de 8 commissieleden hebben achter de rug van de anderen om, zo is het dus wel duidelijk geworden, zijn bang geworden voor mogelijke kritiek van de PVV. Dan wel, de PVV heeft zelf direct stappen genomen. In ieder geval voor intimidaties van de zijde van de PVV is men vervolgens bezweken en heeft gezegd van ja, dit mag niet binnengehouden worden. Toen is de lezing afgeblazen. En binnen bij Provinciale Staten politiek rumoer over het afblazen van de lezing. Het zou ook de schuld van de Dunk zelf zijn geweest, wordt hier gezegd. Zo heb ik het begrepen, is dat afspraken zijn gemaakt voorafgaande aan deze lezing. En dat de heer Van der Dunk zich daar niet aan heeft gehouden. Welke afspraken hebben ze niet gehouden? Nou, dat het niet partijpolitiek getrokken zou worden. Dat het in lijn moest met de eerdere lezingen van de Arondeus-lezing. En dat deze lezing daar haaks op stond. Maar die lezingen moeten, wordt verwacht, controversieel zijn. En dat is hij. Ja, ik ken de inhoud van de lezing niet, dus wat dat betreft, die moet ik nog pakken. Dat is knap van u, want die staat overal afgedrukt. Ja, ik, wat dat betreft heb ik ook nog wat andere dingen te doen. Dus ik ga hem zeker nog lezen. 9 mei hebben we daar ook een debat over in de Staten. En dan heb ik ook een oordeel of dat terecht is. Tot op heden kan ik alleen zeggen dat ik het betreur dat de lezing is afgeblazen. Dat besluit, genomen door twee partijgenoten, daar nemen VVD en CDA nu afstand van. Die twee partijen laten nu die twee leden vallen als een baksteen ter lieve vree van de coalitie met PvdA en met D66. Dat is het politieke deel wat er nu aan de hand is. En dat, ja, ik vind dat dus echt kwalijk. Dat je dus kennelijk zo ver gaat om je eigen leden, waarvan je op de hoogte was wat ze zouden gaan doen, laat vallen als een baksteen en nog eens een keer een trap nageeft. Van den Dunk denkt dat VVD en CDA zijn gezwicht onder druk van de PVV. De heer Brinkman had hier grote problemen mee. Die heeft twee statenleden zwaar onder druk gezet en heeft gezegd van ja, als jullie dit doel door laten gaan, dan kom ik de boel een beetje afbreken. Of dat nou helemaal letterlijk of alleen maar figuurlijk weet, dat weet je nooit bij hem. Is in ieder geval de laatste lezing geweest. En daar is men voor door de pomp gegaan. Dus hij heeft aan mij de vraag gesteld van ja, zou je het middendeel van je lezing eruit willen halen? Ze hebben gezegd van ja, kijk, dat gaat niet. Want daarmee ontvalt zowel de zin, de relevantie als de logica van de lezing is daarmee weg. Het gaat namelijk over het nieuwe taboe op de oorlog. Nou, een betere illustratie kan je natuurlijk niet krijgen. Het is zo taboe dat je niet eens taboe mag noemen. De heer Brinkman van de PVV ontkent een veto te hebben uitgesproken. Hij had iets anders in gedachten. Dat ik de strategie ga bewandelen, dat ik Van der Dunk keihard ga aanpakken. Ik heb letterlijk gezegd dat ik hem tot de enkels toe ga afbranden in het debat. Want ik ga wel degelijk het debat aan. Ik zal de lezing bijwonen. Ik ga er vanavond niet heen, maar de lezing, als die in het provinciehuis gehouden zou worden, de echte lezing in het provinciehuis, want dit is mijn provinciehuis, ook mijn provinciehuis, dan was ik daar zeker naartoe gegaan. En dat ik zeker met hem het debat aan zou zijn gegaan. Niet vanavond hier in de voortuin. Nee, ik ga toch niet naar dat platform toe, dat linkse multiculti-geneuzen van al die gesubsidieerde instellingen. Daar heb ik allemaal geen zin in en geen tijd voor. En dit is wat Hero Brinkman vanavond miste, een vergelijking PVV-NSB.
De PVV bepleit openlijk discriminatie van een deel van de ingezetenen in Nederland op basis van de demonisering van een religie. Denk aan de voorstellen van haar lijsttrekker in deze provincie bij de jongste statenverkiezingen inzake hoofddoekjes in de bus. Over priesterborden en keppeltjes ging het niet. Ook voert deze partij haar aanvoerder en enige eigenaar voorop, tamelijk stelselmatig een hetsen van verdachtmakingen tegen de rechterlijke macht, waarbij Berlusconi als voorbeeld lijkt te dienen. Het voorstel om rechters niet voor het leven te benoemen, maar periodiek te beoordelen op grond van de vraag of ze wel zo streng straffen zoals het de volksonderbuik belieft, vormt daarvan de kroon. Onze eigen variant van de telefoonrechtspraak, waarmee de stoelpoten onder de trias politica worden weggezaagd. Daarbij. Daarbij komt dan nog het gebrek aan inhoudelijke verantwoording dat eigen is aan de dictatoriale structuur van deze zogenaamde partij. Van de NSB kon je daarentegen tenminste nog gewoon lid worden. En dat haaks staat op de beginselen van democratie. Onder de luisteraars vanavond Johan Remkes, commissaris van de Koningin te Noord-Holland. Dat is een statement dat ik hierbij ben, dat een aantal gedeputeerden hierbij zijn, om duidelijk te maken dat wij de afweging die de twee leden van de werkgroep gemaakt hebben niet delen. Naar buiten klonk de boodschap van de Dunk minstens net zo helder. Een verband leggen tussen de PVV en het fascisme blijft gevoelig. De punkband Jos en Tosties mag op 5 mei op het Bevrijdingsfestival in Wageningen niet het nummer De Mussolini van de Lage Landen spelen.